Dus stel je hebt rond een vierkante apparaat en wil je dan iets anders. En heel vaak wat we hebben naast de geometrische vormen zijn organische vormen. En de organische vormen zijn eigenlijk veel makkelijker om te tekenen. Want ja, die hoeken moeten niet 90 graden zijn. Als het plus min 1 graden is, maakt het niet zoveel uit. Als het niet perfect parallel, maakt het ook niet zoveel uit. Dus in dit geval ga ik iets van een beetje bananenvormige, vrije vorm gebruiken. Voor deze apparaat. En dan zie je, ik draai gewoon het papier ook om, dat het gewoon lekker ligt voor de gewrichten in mijn pols. Dus bijvoorbeeld die kant is het bijna onmogelijk om een mooie vlotte lijn te tekenen. Dus dan kan je altijd het papier zo draaien, dat het altijd precies comfortabel uitkomt. En ja, je kan ook corrigeren. Dit wordt een heel brede apparaat hier, dus maak ik het eigenlijk veel dunner. Zoiets. En dan gaan we hier deze kant. En dan daar bijvoorbeeld die kant terug. Om een beetje gekke vorm te geven, ja? Ja, meestal dit soort vormen worden meer gebruikt op bijvoorbeeld een fietscomputer of zoiets, kan je voorstellen. Want dan meer zo'n dynamische vorm is meer interessant dan in thermostaat. Maar laten we voorstellen dat iemand wel weer zo'n heeft een organische huis met een organische inrichting. Zou ook kunnen, ja. En achteraf ga je gewoon heel comfortabel, heel simpele afrondingetjes toevoegen. Dus op die manier, ja, bij complexe vormen, als je met de losse pols tekent, is het altijd handig om te verdelen in simpele segmenten, wat je makkelijk kan schetsen, ja. En dan stel je voor dan trek ik hier een lijn. Dit wordt dan de display gedeelte. En dan heb je daar een stukje. En die is de gedeelte van de toetsen. Onder. Yep. Oké. En dan kan je ook een beetje extra constructielijnen daarin zetten. Dat ziet de tekening altijd een beetje intelligenter en nauwkeuriger uit, ja? En dan ga ik nu een beetje schaduw daaronder zetten. Dat is ook veel makkelijker dan bij een ronde iets. Dit is niet de beste fijne marker. Pak ik een andere die misschien een beetje beter werkt, ja? En dan hier hebben we een ronde en dan daar die kant. Nog een heel andere marker eigenlijk. Dat werkt ook best goed. Ja, let op altijd dat je kan ook bijvoorbeeld prima markers kopen voor heel weinig geld bij de Action. Maar die zijn vaak donkerder dan wat daarop staat. Dat is de ene. En de andere is dat ze zijn vaak warm grijs. En we moeten altijd koud grijs tekenen, want warm grijs ziet een beetje raar uit. Een beetje viezerig. Bij zo'n schets, ja, voor sommige dingen is het zeker goed. Nou, die, kijk, hier kan ik ook mee mooie abstracte schaduw daaronder toveren, ja. En dan gaan we verder met de toetsen. En ik wil hier weer weergeven dat het zo'n rand heeft. En ik kan ook vaak een beetje eerst met de pen een beetje voortekenen. Heel licht met een balpen. Dus dit wordt de toets. En de toetsen hebben altijd een randje. En dan, daarom zien ze zo toetsachtiger uit, ja. Nou, dan ga ik weer door de randen heen, eerst met de C3 of 2, kan allebei. En dan hier ga ik ook een strakke lijn. En vanaf die kant kan ik zo de licht laten vallen. En dan zie je mooi dat het een beetje toetsachtig wordt, ja? En in dit geval is het handig om niet zo een lichte overgang te zetten op de display. Want het is een lange display, is veel mooier als het een beetje meeloopt. Dus dat is wat de fotografen ook doen, dat ze zorgen ervoor dat de reflecties, die accentueren de vorm die je hebt. En ja, als ik zet zo'n reflectie op, bijvoorbeeld zoals hier, dwars op,
ja, dan gaat het heel raar worden. Ja? Dus daarom zoek je voor deze kant. Dat komt meer in de lengte. Ja? En dan. Yep, zoiets. En dan hier gaan we weer iets op het beeldscherm zetten. Dit wordt weer maandag. Vandaag. Vandaag is het niet maandag, maar... Het is altijd een interessante dag. Het is altijd een nieuw begin. Nou, oké. En dan hier hebben we weer de temperatuur aan de overkant. Ja. Ja, hier kan ik nog een paar plekken. De buitenrand. Een beetje accentueren. Dus, maar hier is ook een beetje valt het weg. Oké, ja, nou, en je kan voorstellen, je kan elke kant op, elke vorm maken, en eventueel als je randen wilt tekenen, dan is het ook makkelijker hier om een dubbele rand te maken, ja? Bij zo'n vorm, dan bij een perfecte cirkel. Ja, wat nog een heel goede trucje vaak, als je wil toch ergens een dubbele lijn zetten, is het gebruik van flexibele liniaal. Of een lijn te accentueren. En dan is het vaak... Ja, je kan ook flexibele linea kopen. Maar vaak kan je ook een soort... ik ga liever iets hiernaast tekenen. Voordat ik de tekening kapot maak. Kan je een ladersnoer bijvoorbeeld gebruiken. Dan kan je ook... Op een langzame manier... Toch... Heel mooie... Organische lijnen volgen.